Emily Sandé, hey, read all about it. Het is 17 over 7. Ja, ik kan ook zeggen bijna 10 voor half 8. Maar dat klinkt dan toch later. 17 over 7 klinkt voor een rapper echt fucking vroeg. Ja, dat is het ook. Normaal ga ik nu pas slapen. Normaal kom ik nu pas uit de stripclub. Ja, precies. Het wordt nu licht, allicht. Het zonnetje is opgekomen. Het zonnetje van maandag 30 september. Uitgeroepen door mij tot nationale broer en zusdag. Hoe, ja, jij hebt een broer en een zus. Ja, ik ben toevallig was ik gisteren met mijn broertje en mijn zusje bij een tante in Gouda. Hey. Dus het was... Dat was heel leuk. Dus ik ben goed. Voor de duidelijkheid, u hoort het stemgeluid van Willy Wartaal. Je bent vandaag ben jij in de hoofdrol hier. Wauw. Ken je dat vroeger nog van Mies Bouwman? Ja, dat is echt nee. Ik ben ook pas 20, hè. Oké. Dames en heren, vandaag in de hoofdrol de man die op 30 mei 1982 in Portvliet werd geboren onder naam... Gewoon Oliver of Oliver? Olivier. Ik spreek het op zijn Frans uit. Olivier Michel Locadia. Yes. Hij schreef op 8-jarige leeftijd in 1990 zijn eerste rap omdat hij boos was op Sinterklaas. Ja. 4 jaar later is hij 12, maakt hij kennis met Extints. Maar die begrijpt hij pas als hij 17 is, in 1999. Dan wordt hij volwassen. Willy groeit op zonder zijn vader. Zijn moeder met drugsproblemen. Hij leeft op een kamer met zijn broer Joe en zijn zusje het prinsesje. Hij basketbalt en is met muziek bezig. En eind 2004, als hij 22 is, dan komt daar die doorbraak met Wat gebeurt. Hij scoort in 2005 met Wat wil je doen? Gaat in 2006 werken bij de Box en BNN. Doet mee aan Dom Lompe Famous. En in 2008 gaat hij kinderprogramma's maken en scoort hij met Konijntje. TV-werk blijft hij doen. En vorig jaar viel hij af als eerste bij Expeditie Robinson. Vond ik leuk om dat nog even te vermelden. Omdat dat nu weer helemaal in is. Ja, inderdaad, ja. En nu is daar zijn vierde plaat, hun vierde plaat verschenen. Ja, natuurlijk! Vandaag in de hoofdrol 31 jaar en 2800 Facebook likes. Olly met de wil om opa te worden. Willy Wartaal is hier. Willa, goedemorgen. Hallo, lieve mensen. En ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel, man. Met de plaat. Hij is vet, hè? Hij is echt vet. Ik ben er heel blij mee. Ik ga het gewoon eerlijk zeggen. Ik vind hem veel beter dan de vorige. Want de vorige hadden we gewoon weinig tijd en dan was het niet af. Maar er stonden dan wel die twee hele grote hits op. Ik kan het zeggen, daar stond toch sterrenstof op. Ja, precies. Maar dat weet je ook niet van tevoren. Want Kostijn die zei van, oh jongens, eerste single is gewoon sterrenstof. Dat is een hit. En dat was voor jou. Nou, eventjes jouw stukje. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Gelijk. Mijn broeder vergeet het ding. Stap opzij. Ze willen een handtekening. Ik denk dat jij voor een groot gedeelte verantwoordelijk bent voor deze knijter. Ja, iedereen gewoon, toch? Iedereen gewoon. Ja, maar ja, wij hadden zoiets van, nee man, het is helemaal geen... Niet per se, nee, het is geen hit. Maar zo van, oké, dan komen we eindelijk weer terug en dan komen we hiermee. Met zo'n blij en lief nummer. Maar ja, dat is wel meteen gewoon de grootste hit die we ooit hadden. En die grote hits staan nu niet op dit album. Nee, maar, dat ben ik met je eens. Maar het album is wel veel beter. God. Ja. We gaan even wat tracks doorluisteren. Je moet straks maar even bepalen welke we helemaal gaan draaien. Maar ja, ik heb even een paar uitgehaald. Jij. Ik denk dat dit is hoe we doen. Wij zijn de jeugd van tegenwoordig. Wie ben jij? Laatst met je moeder in de cabrio. We waren topless, we waren topless. In de high speed chase op de snelweg. Snelweg van je vader, hij was opzet. Hij leek opzet, was niet meer opzet. Was bij de visboer, hengelde in de topslet. Zag dat je oplet, jongens, nu komt het. Ey, je moeder is spannend, dus ik bonk het. Maar waar was ik? Oh ja, de titel van je... Ik probeer dit, het is een gekke track. Psychantisch heet u. Ja. We hebben het vorige keer erover gehad dat er wat... Twee persoonlijke tracks op het album zouden staan, heb jij dan eigenlijk verteld. Klopt. Ik voel dat dit er eentje is, of vind je dit nog niet eens zo... Omdat ik het over je moeder heb. Nou ja, omdat het gewoon, het is een soort autoritje. Ja, ik vind het dan moeilijk om tussen de regels door te luisteren. Nee. Dit zijn nog niet de twee persoonlijke nummers eigenlijk. Okay. Voor mij tenminste. Oké. Psychantisch is gewoon een fijne knaltrack dan meer voor jou. Ja. Nou ja, dan skippen we eventjes door. Gekke boys. Nigga, je hebt hoofd nog bij. Zo af, maar je woont nog thuis. Zak je borst op je ogen vuist. Je neus gaat bos als een grote vuist. Oh, je merkt wat we stijlen op je. Oh, het is klaar, je is dwalen op je. Je doet met het denken, verhaal. Ga nog mopje. Ha. Ja, ik denk... Oh, dat kan echt trouwens wel een ding worden, denk ik, dit. Ja, het is. Veel mensen vinden deze echt heel leuk. Ja, ik vind hem ook heel leuk, ja. De hele...
Die ga ik er wel in houden. Goed zo, lach ze uit. Lach ze uit, Giel. Nee, ik weet natuurlijk wel om welke twee tracks het gaat. Ja. Tenminste, dat denk ik te weten. Het gaat over Dromen van Karton en Bende. Ja, klopt. Laten we eerst even een stuk goed luisteren naar Dromen van Karton. Ja. Jantje is een stoere, met zijn eigen regels. Jantje is een baas over zijn eigen leven. Jantje maakt money met die eigen regels. Daarna gaat hij spacen en borst hij het op teven. Een wagels op avontuur in zijn eentje. In dikke bakken die de snelweg eten. We chillen wel eens, Jantje is mijn nikker van vroeger. Way back vroeger op het pleintje van kroegen. Jantje leeft snel, te snel als je mij vraagt. Hoe sneller je leeft, hoe sneller jezelf kwijtraakt. En als je money hebt, lijkt de rest bijzaak. En mijn moeder die je lijkt maakt. Lobby, Jantje zoekt lobby. Dacht dat hij het vond, maar die bitch bracht alleen troppie. Gaf hem dingen die te lekker waren voor hem. Geen Messi, maar wel de drang om te scoren. Maar Jantje's gevoel zat wel vaker in de shit. Van alles al gezien, maar niet dit. Deze had ik niet verwacht, daarom heeft het me genakt. Deze is fuck op, hopelijk heeft Jantje de kracht. Dat ligt er niet om, Willy. Basisvraag is dan natuurlijk, wie is Jantje? Ja, dat is dus, als ik dat kon zeggen, dat ik ook niet Jantje. Nee, weet je wel? Dit gaat gewoon over een hele goede maat van mij. Ja. En ik moet wel zeggen dat het nu wel weer fucking goed met hem gaat. Ja. Gelukkig. Okay. Maar op het moment gewoon dat ik dit opnam, toen ging hij echt heel slecht. En daar ging ik ook echt heel slecht. Ja. Weet je, ik trok het echt slecht. Ik zei echt een aantal keer per dag tegen mijn vriendin van shit man, ik vind het echt kut dat het slecht gaat met Jantje. Maar het ging slecht wegens drugs, denk ik. Ja. Dat, in het couplet, ja precies. Ik vind het ook wel moeilijk om dan zo, ja, weet je wel. Snap, omdat het is gewoon wel, het is gewoon een goede vriend van me die ik gewoon heel vaak spreek. En hij heeft ook pas het nummer gehoord. En hij voelde wel dat het over hem ging, of heb je dat gezegd? Ja, nee, ik weet niet zeker. Wacht, ik ga even dit sms'je opzoeken. Wat hij nou zei. Wel mooi zeg. En ik ben het ook blij om te horen. Want dat vroeg me af. Ik denk, ja, hoe gaat het nu ja, met precies, met precies. Deze nee, man? Maar hij gaat nu lekker. Even kijken hoor. Dan moet ik even kijken. Of was het echt cocaïne of zo? Of ik ben nieuwsgierig. Ja, hè? Ja, het is wel gewoon wel heel heftig. Het waren geen pillen in elk geval. Nee. Snap je? Want dat is niet... Jantje gaat weer goed. Jantje gaat weer goed, dat heeft hij gestuurd. Oh, dat is letterlijk wat die sms is? Okay. Ja, letterlijk, Jantje gaat weer goed. Ah, oh, ja, dat is mooi, hè? Ja. Jezus. Wow. Ja, man, het is echt gewoon, weet je, jij weet ook gewoon, deze week is er met jou ook gewoon... Ja. Het leven is soms gewoon echt kut, weet je? Ja. En daar kan je gewoon niet omheen. En als je muziek maakt, dan moet je dat ook gewoon aanraken. En dat vind ik het mooie. Het is een lange track op het album, Dromen van Karton. Het is jouw verhaal. Ja. En... Nou ja, respect. Ja, dit is wel... Dat heb ik wel weer geleerd op het vorige album. Wat ik dan zelf niet zo heel goed vond. Is dat je wel op een bepaalde manier... ook gewoon jezelf erin brengt, weet je wel. Dus ja. Hoe ga ik oprecht komen? Hoe ga ik dan vertellen wie ik ben? Hoe ga ik vertellen wat ik meemaak? En dingen die me dwars zitten. En dat heb ik wel geleerd op dat album. Dus daarom kan ik dit nu ook, weet je wel? Anders had ik het niet gekund. Nou ja, die andere track waar dat ook nog eventjes tot uiting komt, is Bende. Ik een bende, baas van mijn bende. Kijk, baat en je vraagt om mijn lende. Clip hard elke dag van de kalender. We hebben lintje, levende legende. Kanker veel money, ik ben altijd scared. En alles moet kapot, maar ik als eerst. Sta mezelf in de weg, zo van fucking drown. De appel valt niet ver van de rotte boom. We zoeken drugs, we zoeken drugs. Naar homie fucking vlinders. Dat is wel een mooie, de appel valt niet ver van de rotte boom. Een link met je moeder, we zoeken drugs. Ja. Heb je zelf ook een beetje in de drugs problemen? Nee, geen problemen, maar ik weet wel dat ik het heel lekker vind. Ik woon ook niet meer in het centrum van Amsterdam, omdat ik weet dat het dan gewoon, weet je. Ja, precies. Je komt hier echt ook uit het Haagse gereden. Ja, zeker. Het is wel een stuk langer vanuit Den Haag. Ja, hè? Alles om de dag ligt er voor mij. Oh ja, hebben we het een beetje doorbesproken. Ja. Het album van de jeugd van tegenwoordig heet... In het duurt. En Willy is hier en je blijft nog even, ja natuurlijk. Ik ben hier tot 10 uur vanavond. Ik vind dat we ook broer en zusdag met jou moeten gaan vieren. Ja, ik heb er zin in. Laten we mensen bellen of zo. Precies. 8 is het, de maandagochtendshow. Speelplaats gevuld met de band Raveler. Echt topnieuwe single hebben ze die gemaakt.
Wat is het dan? Ik ken het echt niet, volgens mij. Ik zal straks wel wat laten horen. Oké. En het is dus de week van de jeugd van tegenwoordig. Want hij is verschenen. Ik zal hem er even bij pakken, want dan kan ik, hoef ik het jou niet meer te laten zeggen. Ja. De sample die erin... Jij bent het toch ook echt? Ik ben het ook echt. Ja. Het is heel grappig, want Bas, ik ging dat dus opnemen. Ja. Voor dit. Oké, okay, ja. Voor het cd'tje. Een soort kerstkaart voor de mensen die precies, niet... Precies. Ja. En toen heeft Bas gewoon echt zijn geluidskaart... De outputs van zijn geluidskaart heeft hij toen op zo'n speakertje gezet. Dus ja, hij is naar de winkel gegaan en zo'n kaart gaan kopen. Het speakertje eruit gesloopt en op een bepaalde manier dat dan aangesloten op zijn geluidskaart. Wat mooi. En heeft hij het zo dus dat het goed afgemixt was. Ja, dat het ook gewoon goed klonk. Op deze manier. Want over de speakers, zo klinkt het goed, maar over de speakers klonk het heel raar. Ja. Dat had hij nooit, dat kan je niet weten. Grappig. Ja. En ik dacht eerst, want dit is ook echt een soort Geer en Goorning voor mijn gevoel. Ja, natuurlijk. Ja, toch? Precies. Ja. Wist jij, jij wist dat. Ja, natuurlijk. Dat het een natuurprogramma was van de NCRV? Nee, wist ik niet. Het is wel een goede naam. Ja, vond ik ook. Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is ook het ding. Iedereen heeft er ook wel iets mee. Iedereen kent het wel. En weet je wat? Je zegt het ook vaak zonder dat je het doorhebt. Ja. Dus het is gewoon beautiful. Het is mooi. Het is een topplaat. En er komt ook een tour aan. Ik mag er straks kaarten voor weggeven. Voor welke dan? Want, voor de Paradiso Kick. De tweede dan, toch? Of niet? Of de eerste Paradiso? 21 december. Ja, dat is de tweede. Want de eerste is volgens mij uitverkocht. Ja, en is de tweede ook echt de laatste? De tweede is de laatste. Oh, dat is de lekkerste. Dus ja, dat wordt zo is. Dan gaat, waarschijnlijk gaan we het optreden helemaal verpesten. en vandaag ben jij dus in de hoofdrol. En jij kent dat programma niet, zoals je het programma natuurlijk ook niet kent. Maar dat is een programma waar dan werd iemand in het zonnetje gezet. En dan, vandaar ook dat ik echt zo'n intro had, daarnet. Ik doe dat eigenlijk nooit. Ik had ook nog wel... Ik had ook natuurlijk deze gewoon als intro kunnen nemen. Jongens en meisjes, sletten en slettinnen. Kijk hem daar, kijk hem shinen. Jullie weten wie het is, hij komt naar je stad toe. Jullie weten waar ik het over heb. De enige, de echte, wie is het? Bougie boy. Willis Wibba. Waar is hij? Daar staat hij dan. Aha. Zijn die liedjes, hè? Ja, dat is oud materiaal, maar hij is hier, Willy Wartaal. Wat ik wilde zeggen, er is in dat programma dan ook altijd allemaal mensen van vroeger. Ja. Dus ik heb hier een mystery guest. Oké. Okay. Mystery guest, goedemorgen. Goedemorgen. Oh shit! Bang, bang. Ben jij gewoon al wakker? Ja. Master, heb je niet geslapen? Nou, een heel klein beetje. 10 minuutjes of zo. 10 minuutjes, oké, okay, master. Nou, wie is dit? Nou ja, dat is mijn vraag aan jou, maar jij weet het gelijk al natuurlijk. Ja, ik denk dat ik het weet. Maar mag ik een, heb ik een hulplijn? Nee, je moet het gelijk zeggen. Ik denk dat het Jonathan is. Heet hij eigenlijk Jonathan? Ja. Hij heet Jonathan. Ik mag Joe zeggen, heb ik gehoord. Ja, precies. Hij heet Jonathan. En, het is de Nationale Broer en Zusdag. En dit is de broer. Precies. We heten Locadia, dat is een achternaam. En zijn tweede naam, die is heel grappig. Die ga ik niet, op de radio zeggen. Ja. En die is Pantaleon. Dat is een soort van pantalon, de chique uitgesproken. Dus zijn tweede naam is gewoon Nette Broek. Joey Nette Broek Locadia. Hoe gaat Joey, het? Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Ik heb vandaag uitgeroepen tot Nationale Broer en Zusdag. En daarom wilde ik jou natuurlijk vandaag ook hier even hebben. Kan je iets zeggen over Willy? Wat kan ik zeggen over hem? Ja, dat hij gewoon... hij is gewoon in principe die hele meneer voor mij. Een hele meneer? Ja, die hele meneer. Hij is gewoon... mijn broer, mijn maatje... Ik weet helemaal niet wat jij in het dagelijks leven doet, Joey. Maar ik ben gewoon geneigd om gewoon een beat te starten en te denken van nou, dan kan je misschien je beter uiten in gevoel. Ja. Oh shit. Je hebt geen problemen. Ik wil het niet weten eigenlijk. Ik wil het niet weten. Spit even iets voor je boy dan. Oh shit. Maandagochtend dingen. Let's go. In bed gewoon. Lig je in bed nog? Ja, tuurlijk. Wat heb je aan? Ja, alleen mijn boxershirt gewoon sexy. Nou, ik hoor niks, Joey. Ik hoor niks. Ik denk van, je komt een ode aan, denk ik. Ja, ik dacht dat... Ja, even goed zitten. Even goed zitten is belangrijk. Ja. Even kijken. Kleine ode aan mijn broer. Mijn broer. Mijn grote sekbroer.
Daar had Joey. Met zo'n mooie sexy oogjes. Ja, mijn ogen zijn wel sexy. Dat is wel waar. Ik ben blij dat we het nu eindelijk over mijn ogen hebben. Want ik vroeg al aan Kostijn, hoe kom ik op het ding van mijn ogen? Je mooie ogen. Maar jullie hebben Joey ingefluisterd. Ja. Nou, Joey, je hebt echt het talent van je broer, dat hoor je gelijk. De teksten, ze schieten eruit, werkelijk waar. Ja. Nee, maar er is veel liefde, dat merk ik. Ja, zeker wel. We waren gisteren nog samen. Oh. Ja. En gisteren. Dat is mooi. Dus we zien elkaar heel vaak. We zijn ook gewoon vrienden. Wat is jouw favoriete track van het album, Joey? Ik heb het net met Willy erover gehad. En ik denk ook mijn favoriete track is sowieso Gekke Boys. Gekke Boys. We hebben net een stukje gedaan. Ja, sowieso. Ja, okay. Ik ga een andere track dan draaien. Want je broer die is in de hoofdrol. Die wil voor bewuste sabotage kiezen. Nou ja, dan saboteert hij het programma. En dan gaan wij dat draaien. Wil je nog iets aan hem kwijt? Ik vond het leuk je even in de uitzending te hebben. Waarom weet ik ook niet. Maar Joey, wil je nog iets zeggen? Nigger, ik ben fucking op je. Ja, je weet het man, alleen maar lobby. Mag sowieso. Okay. Thank you very much. I love you too. Thanks man. Mooi. Broeder, liefde op de radio. Ik wens jullie een hartelijke broer en zusdag alle twee. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Fijne raps, maar vooral ook de beat, jongen. De beat gaat lekker, hè? Ja, jongen. Het is Bas, hoor. Het is gewoon weer Bas Bron, hè? Morgen is hij hier in de hoofdrol, Bas Bron. Oh, vet. En dan gaan we het uitgebreid hebben over de beats en toestanden. Er komen nog wat vraagjes binnen voor jou. Oké. Spits van PSV heet ook Locadia. Ja, dat is... dan moet ik het goed zeggen, want het is natuurlijk bij 3FM. 6 miljoen luisteraars. hij is familie van mij. Ja? Ik heb laatst in Groningen ook weer een oom van mij ontmoet. Onze familie is best wel groot. Eigenlijk is onze familie heel groot. En hij is familie van mij, maar ik weet niet precies hoe. Okay. Maar hij is dus wel familie van mij. Maar niet soort van heel dichtbij. Ik ken hem niet, weet je? Jezus. Is dit bewuste sabotage of niet? Dat had ook kort gekund. Zeg gewoon nee, man. Ja, ja. Yes. Ja, nee, ik ken hem. Willy Wartaal, de naam is weer bevestigd. Ja. Misschien kan je straks nog even scheidsrechter spelen, want we gaan kaartje weggeven voor de jeugd van tegenwoordig. Okay. Nee, spelen gaat hij mee of zegt hij nee? Dus sms, je naam en de jeugd van tegenwoordig of DJVT mag ook naar 3333.